Deze muur is nu mooi wit, maar die wordt goud. En Sergio en Mojo zitten. Ik trek het niet meer. We wisten vanochtend nog niet dat we dit soort geld gingen uitgeven. Ga voor wat kerstballen, zei ze. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Een hele goede morgen, lieve patatties. Welkom bij weer een hele nieuwe video. Ik sta hier op een hele mooie witte muur. Maar deze muur, die moet, nou dit stukje muur, moet goud worden. Net als dit. Ik word gebeld. Moment. Dat was mijn werk. Terug naar de muur. Deze muur is nu mooi wit, maar die wordt goud. We gaan hem voorstrijken en dan behangen. En dan denk ik dat er vanavond een mooi behangetje op zit. En hopelijk voordat René thuis komt, dus ik ga snel aan de gang. Ja, me very, very happy. Want hij is helemaal goud. Ziek blij mee. Stapje voor stapje. Het is, ik hoop dat dat nog weggaat. Niet zo strak als dat stukje. Hij sluit wel echt super mooi aan. Ik ga nog een klein beetje tweaken. Misschien dat ik hem nog iets netter kan krijgen. Maar, hey. Oh, dikke mee. Ja, heel blij mee. Zie, want hier zie je dus gewoon, als je dichtbij staat wel. Ja, hier zie je een beetje een bobbel erin. Maar daar komen ook Mojo en Reggie te hangen. Dus ik ben happy. Zo, inmiddels is die droog. Ik weet niet of ik het heb laten zien. In ieder geval, die is ook klaar. Ik ben even aan het koken gegaan, want ik heb een bloedhekel aan dingen weggooien. Dus ik heb een soep opgezet. Van allerlei dingetjes die we nog over hadden van Sinterklaas, zoals de tomatensaus van de pizza. En ik had nog wat aubergines onderin liggen en tomatensaus. Dus ik weet nog niet helemaal wat het gaat worden, maar de groenten die ben ik aan het fruiten, aan het bakken. En ik kijk eventjes in de vriezer of in de koelkast wat voor vlees of vis we nog hebben. En dan maak ik daar gewoon een lekker soort van stoofpotje van. Aardappelen bij, aubergine, ui, saus en vlees of vis. Ik wilde jou wat laten zien, Jessie. Vandaag kwam Lola langs met de Stichting Dierenhulp Westland kalender. Ja, de kalender is uit. Want daar hebben Sergio en onze lieve Mojo zich voor uitgeleend. Ja. Voor het goede doel eigenlijk. Want zij, in het Westland hebben ze dus heel hard een dierenambulance nodig. En dierenhulp. Dus daarvoor hebben zij dit in het leven geroepen. En Sergio en Mojo zitten in april. Wauw. Wie zijn dat dan? Weet je nog toen we op de foto gingen? Weet je dat nog? Papa en Mojo. Ja. En een grappig feitje is dat Mojo in april jarig was. Ja. Hij zou aankomende april al 12 jaar zijn geworden. Helaas heeft hij dat niet gehaald, maar we zijn dankbaar dat we toch dit hebben kunnen vastleggen en nog dat jullie nog dit hebben kunnen bijdragen. Houden jullie ook van dieren en willen jullie een steentje bijdragen? Ga dan naar dierenhulpwestland.nl en koop deze kalender in de webshop. Ja. Ja, dat wilde ik jou nu laten zien. Ook wel leuk om te vertellen is dat Stichting Dierenlot elke verkochte kalender dus verdubbelt. Ja. Ja, inderdaad. Dus ze hebben dus 3 ton nodig. Ja. En ze zitten al op ongeveer 1,6.
Ja, en ik geloof dat ze ook iets van een lijn hadden op hun website. Dat je kon zien. Ze tellen inderdaad. Ja, ja. Dus dat is wel tof. Dus ze doen het hartstikke goed. Ja, en Lola, die ons dus heeft gevraagd en ons volgt. Die kwam met iets heel liefs naar aanleiding van het overlijden van de hondjes. En als bedankje. En kijk eens. Toen heeft zij dit zelf gemaakt. Van wie? Wie zijn dat allemaal? Dat is papa en ja en mama en ik. Ja, en wie zit er daarachter? Motjeratje. Ja, Motjeratje. Dat is schattig. En mijn blokken? Ja, op de blokken staat hun naam. Ja, kijk dan. Daar staan ze, Mojo en Reggie. En dit zijn wij. Echt leuk, hè? Hij is al een stukje aan. Ja. Ja, en Sergio die heeft heel erg mooi de muur gedaan en behangen. Dus dan gaan we dadelijk de posters ophangen. Ja. En dan, welke poster? Van Mojo en Reggie. Oh ja. Ja. Een lekker soepje. Uiteindelijk heb ik hem dus vegetarisch gehouden. Ja, sorry hoor, maar er zit een lekkere kaasvliet aan. En die burrata is ook lekker, hè? Heel lekker. Van Budlon. Ze waren tegen de datum, maar ik heb ze op tijd in de vriezer gegooid. En nou kan ik ze dus elke keer ontdooien. Ja, perfect. En voor dit soort dingen is ze helemaal top. Zo, het is pauze van voetbal, dus we gaan eventjes de posters ophangen. Zo, hangertje erbij. Klein beetje laten uitsteken. Even een gouden schroef erbij kopen inderdaad. Even wissel naar een zwarte schroef. Nou, Mojo, je gaat erop. Toppie weer, hè? Dat jij dan gewoon het draadje daarachter doet. Zoals ik het bedacht had. Vet. En Reggie erbij. Bij elkaar. Oh. Dan hangen ze dan. Stop, hè? Vind je niet? Ja, zeker. Oh yeah. Blij mee. Thank you, poepie. Terwijl René zich begraaft in mijn schoot, gaan we ons opmaken voor stafschoppen. Ik heb er een beetje hoofdpijn van. Ik dacht serieus, het is afgelopen en jullie waarschijnlijk ook. En hoe mooi was die laatste vrije trap? Wat eigenlijk gewoon als een steekpaas werd uitgevoerd en die zat gewoon. Grandioos, geniaal, fantastisch. Echt super, super mooi. En nu? Ja, ik zou niet meer aankomen. Nee. Nu zijn we dus de verlenging door en gaan we strafschoppen nemen. Oh! What the hell? De laatste bal. Enzo Fernandez. Gaat hij hem houden? Hij schiet mis! Hij schiet mis! Zo, maar echt ver uit het goal. Hij schiet mis! Maar echt ver daarnaast. Hij zat er wel een goede meter naast, inderdaad. Oké, het is niet de laatste bal. We krijgen nog een kans. Ja, deze moet erin, hè? Moet erin. Van Luc de Jong. Luc de Jong, moet scoren. Ja, we gaan nu doen, denk ik. Ja! Oh my god, oh my god, oh my god. Dit is volgens mij wel de spannendste wedstrijd van het Nederlands elftal die ik ooit heb gezien. Dit is wel echt ooit. Ik hou het niet meer. Ik trek het niet meer. Ik denk dat hij erin gaat.
pakken. Moet deze pakken. Maar doet hij niet. Jammer. Argentinië. Nou, het was echt wel tot het gaatje. Ze hebben het ook gewoon een beetje in de eerste helft laten liggen, toch? Ja. Goedemorgen, Jesse. Goedemorgen! Hé, wat vind je ervan? Leuk! Vind je het mooi? Ja. Goed zo. Zullen we even jouw puzzel doen, die je van Sinterklaas hebt gehad? Ja, deze. Deze? Maar dan moeten we even, kom even hier, want dan kunnen we met z'n drieën naast elkaar zitten. Ja! Ja? En deze is veel leukerder! Oké, veel leukerder. Oké. Wij zijn in de stad, want er is weer kerstmarkt op het Lange Voorhout. En we zijn toch maar met de auto gegaan, want het is heel koud. En nu komen we langs een plekje in de Parkstraat met alle beelden van onze koningen en koninginnen. Willem-Alexander, Beatrix, Juliana, Wilhelmina. Willem de derde, Willem de tweede en Willem de eerste. En dit is het Willem van Oranje. Ja, ja. We gaan wat Santa Claus maken. Wauw. Yo, doe je muts een beetje omhoog. Bijenstandje. Wat goed, hè? Ja, ik zag het aan je gezicht. Ik heb heel bijzonder. Heel bijzonder is dat, hè? Ja. Nou, zat hij echt tegen je ogen. Ja, is het lekker? Heerlijk, hè? Ja. Kom maar daar, terug. Dat de vorige keer daar ook was. Hé, hey, wat heb je een mooie pet. Dankjewel. Die heb ik eindelijk gevonden. Ja. En toen wilde ik af gaan rekenen. En toen kreeg een gaten. Toen kreeg ik hem ineens van jou. Wat wil je dan? Ja, hij staat je leuk. Toppie. Jij bent zo lang naar op zoek. Ja, daarom. Leuk. Dankjewel. Dat stukje eraf. Kom hier. Trash acties. Zonder te doen. Verkoop. Ik vind die... See the glowing bowl in water. Ja, kom maar.
zijn terug van de Royal Christmas Fair in Den Haag, Lange Voorhout. Was gezellig, is altijd leuk om eventjes naartoe te gaan. Ik vind wel dat er wat meer muziek had mogen zijn en misschien nog wat meer echt een beetje kerstige winkeltjes, kraampjes. Maar goed, het is altijd leuk om er gewoon even heen te gaan, zeker als je in Den Haag woont en omstreken. En ik heb twee kleine dingetjes gekocht. Namelijk een geinig kaarsenhoudertje. Dus die gaan we zo gelijk even aansteken. En dus die gaan we ophangen. En deze ga ik bij mijn andere kaarsjes doen. Ik mis nog wel echt een tafeltje, jongens. Kijk, deze tafel staat er nu echt gewoon als... Ja, handig. Even onze spulletjes opzetten en zo. Maar wat me nu opvalt in dit huis, is dat toen we in ons appartement woonden, we nog best wel wat vensterbanken hadden en dat soort dingen, waar je allemaal dingen dus op kon zetten. En hier heb ik dat eigenlijk niet. Ja, mijn eettafel, maar goed, die is in de lengte. Dus ja, daar zet je dan toch een beetje ja, op wat langere dingen neer en... Ik ben toch geneigd al snel daar even wat andere dingen neer te zetten. Deze, ja, daar staat al het een en ander op. Maar is er ook niet dan echt voor bedoeld op een of andere manier. Dus ik zou hier nog wel... Eigenlijk hebben we erover gehad dat we hier een consoletafel willen hebben. Dus een beetje eentje die wat hoger is. Dat als we op de bank zitten, dat we eigenlijk daar dan via achter, zeg maar, wat op de tafel kunnen zetten. Maar ik vraag me af of we dat echt gaan doen. Dus ik zou eerder hier dan toch echt iets van een leuke tafel willen hebben of zo. Waar je nog een leuke vaas neerzet of iets. Nou, dat komt nog wel. Voor nu is onze andere oude tafel omgedoopt tot kaarsentafel. Voor de warmte. En deze is lekker kerstig. Dus die mag erbij. Gewoon voor de gezellie. Hij is wel een beetje wankel. Zo. Nou, ik had dit alvast klaargelegd omdat ik even mijn nagels weer wat ga verstevigen. En dan ga ik even het kerstballetje in de kerstboom doen. Had ik jullie al laten zien dat ik de balletmeisjes erin had gehangen? Geen idee. Maar we hebben dus een paar... Ander soort balletjes. Dus we hebben bijvoorbeeld deze. En we hebben deze. En ik heb hier dus de ballerina. Daar hebben we er twee van. Het uiltje. Rendieren. Maar ik zou het wel leuk vinden om er gewoon wat meer andere dingetjes bij te doen. Oh ja, deze heb ik van Jessie's kamer afgehaald. En deze is heel oud. Dat is mijn oude kerstballetje. Echt zo ouderwets, hè? Schattig. Nou, dus. Deze kan erbij. Aan mijn lieve schat de eer om hem in de kerstboom te hangen. Mooi. Mooi plekje te vinden. De zebra zo? Nou ja, deze wel, denk ik. Misschien moeten we toch wat ballen ook wat verder in de boom hangen. Zeg maar wat... Ja, wat driedimensionaler. Ja, precies. Wat van binnenuit, zeg maar, dat de kerstbal groeit. Ja, inderdaad, ja. Zo is het. Zo is het. Ik wil wel een beetje een prominent plekje. Ja, daarom. Hangt er wel een beetje zielig bij zo, vind ik. Zie je? Hij hangt niet echt. Ja. Hij rust. Ja. Dat gaat er ook bijna niet. Hij ligt ik vind die ook wel een beetje zielig hoor, die piek. Nou, ik vind het wel wat hebben ze. Hé, hey, wat heb je een mooie baard. Ik stel voor dat we lekker op de bank ploffen met de familie Klaus 3. En ijs. En ijs. Ga ik ondertussen even mijn nagels doen. Ik heb ook vooral heel erg dorst. Heel veel dorst. Dus ik vind het een goed plan. Ik vind het ook een goed plan. Dat ik de
ijs en met chocoladesaus. Ja, met je chocoladesaus. Wat? Nee, weet je wat het is, schat? Ik ben volgens mij... Ik ben echt, moet je zeggen, echt zo vol aan het duwen met van alles en nog wat de hele dag door. Dat ik ben volgens mij al 2 maanden ongesteld. Ik heb echt een menstruatiecyclus, daar zeg je u tegen. Ik weet niet wat het is. Ik heb de hele dag zin in zoet en allerlei lekkers. En dan gaat het ineens over in hartigheid. En dan denk ik van, oh, een lekker croissantje met jambon of fromage. Vind ik lekker. Maar jij eet ook echt gewoon omdat je daar trek in hebt en honger en zo. Ik eet echt uit verveling, volgens mij. Gewoon zo op de bank ploffen. Mm. Thuis, ja. Omdat ik dan inderdaad denk van... Oh. Ook omdat ik weet dat het er ligt. En op mijn werk gewoon inderdaad omdat ik me een beetje verveel. En dan in het weekend is het helemaal rustig. En dan denk ik, oh, pepernootje hebben we nog over. En dan neem ik van alles mee. Oh, chocoladeletter, want die heb ik gehad. Want dat moet iedereen krijgen met Sinterklaas. Ja, sowieso. En van je zus hebben we van die chocoladepindas gehad. Ja. En dan denk ik, nou, doe ik toch nog iets gezonds. Helemaal niet gezond. Bamisu. Slaat helemaal nergens op. Nee, we moeten echt aan de bak hierna. Want het is echt, het loopt de spuigaten uit. Ik weet niet waar het allemaal uitloopt, maar ik weet wel waar wij blijven zitten. Ik weet wel waar het op uitloopt. Hé, maar ik zit net te vertellen hè, dat we eigenlijk dus hadden bedacht om hier een consulttafel te doen. Een consulttafel? Ja, zo noemen ze dat. Zo noemen ze dat. Een consulttafel? Ja. We zouden hier een consulttafel. Maar ik zie ons eigenlijk niet. De afstand als we daar zitten naar hier is gewoon te groot om te zeggen... We doen daar ons drankje neerzetten. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Maar je had toch een idee waarschijnlijk, dus vertel. Maar gewoon die luipaartafel. Niet zo? Ja, maar die luipaartafel is rond of ovaal. Ja, maar het is ook voor versiering gewoon. En laag. Ja, maar het is gewoon hoe noem je dat? Nee, ik vind het echt heel slecht. Dat is gewoon, weet je, ik zat te bedenken. We hebben helemaal niet echt ruimtes waar je dus gewoon gezellig je kaarsjes en je dingetjes op zet. Ja, in de altaar, ik snap het. Ja, mijn altaar wil ik. Maar en een leuke vaas erop en zo. En nu staat hij op de keukentafel. De ovale tafel is ook niet echt handig, nee. Want daar moeten we eten en dan moeten we telkens alles weer wegzetten. In de brink. Hadden we allemaal vensterbanken. Vensterbanken. Super tof. Maar luister dan. Ik vind die tafel heel erg tof. Ja. Maar hij is vrij laag. Toch? Ja. En vind ik hem hier vind ik echt in de weg staan. Vind ik echt. Het slaat echt als een lul op een slagroomtaart. Ja, maar waar moeten we het dan doen? Nou, we kunnen het overal doen. Maar... Oké, okay. Jongen, ik ga weglopen hiervan. Hey, wat? Ja. Nou, we hadden het over een tafel. Ja. We waren bezig met een tafel. Ja. Maar ik wil daar toch zelf zo'n tafel... Ja, jij wil zo'n consulttafel. Ja. Ja, oké. Okay. Maar die consulttafel was dan ook eigenlijk functioneel bedoeld. Mm-hmm. En niet om daar een mooie vaas op te zetten en mijn kaarsjes en mijn dingetjes. Als je hier een tafel maakt van 2,5 meter en je ligt hier op de bank. En je hebt een drankje. En je zegt, hé schat, cocktail heb ik. Maar wat voor tafel ga je daar dan maken? Want het wordt geen, we willen geen houten. Nee, een stalen. En die ga ik met behulp van Frank lassen. Alleen weet Frank dat nog niet. Oké, nou prima. To be continued. Dus. Een hele goede morgen, lieve familie. Goedemorgen. Goedemorgen, Jessie Silver. Goedemorgen! Okay. Jij hebt je goed in de pannen geroerd? Jessie heeft alle eitjes gesplitst. Okay. Gesplitst, geopend. Woehoe! En nou, helemaal alleen. Heel goed. Nou, voeren.
zachtjes roeren met twee handen, één de schil. En één hand op de pan. En de andere hand. Ja, goed. En goed blijven roeren. Eitje, eitje, wat ben je lekker slap. Zo in de pan en dan neem ik zo een hap. Oh, wat is mama toch een tekstschrijver. Niet te doen. Kinderliedjes, dat kan ik wel. Ik heb een heel album geschreven. Nou, nee. Hele mooie teksten. Klaar? Nou, dan ga jij lekker met mama boven aankleden. En als jullie terugkomen, dan kunnen we een beetje ei eten. En dan gaan we naar... De grootste kerstmarkt van Europa! Europa! Ik vraag me wel af, zijn ze dan alle kerstshows langs gegaan om te kijken in Europa? Of zij de grootste zijn? Is het dan de aantal vierkante meters of de aantal... Of is het een orgaan? Die meet, die komen dan één keer per jaar bij elkaar. Dat is dan de kerstshowcommissie. Ja. En dan moet je je kerstshow insturen inderdaad op de aantal vierkante meters. Of is het dan... Of kubieke meters. Of is het dan inderdaad een aantal vierkante meters van alleen... Wat ze met kerst hebben gedaan, want ik bedoel, ik neem aan dat ze ook gewoon normale planten nog hebben staan en zo. Ja. Dat telt dan niet, hè? Die tellen niet mee. Vind ik niet. Of noemen ze de orchidee op dat moment kerstklokje. Je dat weet het niet. Weer wel. In ieder geval, wij hebben er heel veel zin in. En Jesse die had een beetje een groen ochtend, dus we hebben even een goed gesprek gehad. Ja, hallo, de hoogmotiefers. Dus we hebben even een goed gesprek gehad. Dat als hij weer zo'n gevoel heeft om te blijven grommen, dat we gewoon even een kussen pakken en daar keihard in gaan schreeuwen. Want soms dan is zo'n gevoel, dat borrelt zich op en dat uiten we dan eigenlijk het meeste naar onze geliefdes. Want die staan, het is fijn. Dus we gaan nu gewoon eens even proberen dat we gewoon even een kussen pakken en daar gewoon eens even keihard in gaan schreeuwen. Ik doe het nooit. Ik heb daar geen last van. Nee. Wat mag je nou? Ik ben wel benieuwd of jullie ook wel eens zoiets doen. Of dat jullie wel eens gewoon even ergens naartoe zijn gegaan naar een afgelegen plek. Om daar gewoon even keihard van je af te schreeuwen gewoon. Vroeger moest bij mij de muur ontgelden of een deur of een strijkplank. Ja, precies. Ja, ja, dan ga je dus dingen gelijk kapot maken omdat je de energie niet kwijt kan. Nou, die energie kon ik wel kwijt. Ja, maar niet op de juiste manier. Toch? Ja, ik heb ook wel eens een keer een gat in de muur geslagen, hoor. Nou, bij mijn moeder dan. Dat was wel grappig. Toen had ik nog zo'n... Jij? Ja, ja. Nou, ik weet niet eens of ik het geslagen had of dat ik er een stoel tegenaan gegooid heb. Maar toen zat er ineens zo'n groot gat. En toen had ik een foto van mijn buurman, die heel vaak figureerde. En die had een foto met Georgina Verbaan. En hij voelde zich altijd helemaal... He, hij was de figurant. En, heel random dit. Ineens, ja, ja, en toen had hij mij die foto gegeven. En die was echt A4 formaat of zo. En die heb ik zo over dat gat heen geplakt. En later zei mijn moeder... Ja, jij denkt dat ik dat gat nooit gezien heb. Ja, mooi. Ja. Maar we gaan het anders proberen. Want soms denk je gewoon echt... Ik heb zo'n zin om iets... te slaan. En bij mij kan dat komen ook door de medicijnen en zo. Dat schijnt wel vaker voor te komen. Dat je toch wat agressiever bent of zo. Ja, dat klinkt heel heftig. Maar... Bij mij kan het zijn doordat ik gewoon wat meer Italiaanse genen heb. Temperament, zeg maar. Dus dat is mijn medicatie. Ja. Maar ze noemen het temperament. Maar eigenlijk is het gewoon agressiviteit. Agressief, ja. Ja, nee jongen. Dat is gewoon een temperament. Wat ik vooral merk is dat je zoekt echt naar wat werkt. En elke keer als wij echt boos worden, omdat je gewoon je kind wil corrigeren. Hoe boos je wordt, hoe minder effectief het eigenlijk is. Nou, niet altijd, maar... Nee, niet altijd. Negeren werkt bij hem het beste. Negeren werkt inderdaad heel goed. Maar ja, soms, ik bedoel, je kan sommige dingen ook gewoon niet door de beugel laten. Nee. Ik bedoel, je moet, ja, weet je. Dus ja, ach. En je zoekt naar de juiste weg. Ja. Het is gewoon, wat vooral gewoon heel veel irritatie opwekt, is dat hij zo ongelijk projectiel is. Ja. En dan, hij bedoelt er niks mee aan. Dus dat schreeuwen en zo, dat, weet je, dat had mijn broertje vroeger ook. Ik volgens mij ook. Behalve als het in mijn oor is.
dat vind ik inderdaad wel. Dan wil je uithalen. Hij is gewoon met zijn uiting of zo, dat doet hij net ook, weet je. Ik zeg, pak je beker. Loopt hij rustig en dan is hij bij het bed en dan doet hij ineens dit. Nou, heel het kastje gelijk een halve meter opzij en zo. Dan denk ik, tranquilo. Maar... maar dat doe je dan niet. Nee, maar je denkt het wel. Ik heb dus gisteren een post gedaan. Heb je die gezien? Weet ik niet. Wacht even, ik ga hem laten zien. About being a parent. Maar vind je ook niet? Jessie, je ziet wel aan Jessie, ook al is het maar een kwartje Italiaans. En jij doet dat niet eens heel erg, maar dat hij heel erg van met zo'n... Oh, sorry. Oh, en toen was het naar boven. En dan dit, weet je, heel erg met zijn handen is dit. Doe ik dat niet? Ik hoor dat wel vaak. Ja? Nou, bij hem valt het mij meer op dan bij jou, laat ik het zo zeggen. Misschien omdat het bij hem schattig is en bij mij denk je... Doe even normaal. Nou, we gaan opschieten, want we zouden vroeg weggaan. Ja, jij was ineens buikspieroefeningen aan het doen. Ik denk, kom naar boven, ga je wakker maken, zo lief, zo schatje. Zet zo. Nee. Dat is niet waar. Dat doe jij alleen. Niet waar. Ja, dat is waar. Ja. Ik ga heel even de buurman bellen of ze zin hebben in een eitje. Want dit moet op en ik ga het niet weer invriezen. Oké. Zo, we komen bij de auto en hij is lekker bevroren. S plus R is Jesse Silver. Oh, wat heb jij voor fancies? Dit hebben wij vorig jaar gewonnen bij de bingo met kerst. Oh ja! Yes! We kunnen hem gebruiken. Het is wel bijna... Vriest. Ja, het is bijna weer... Ja, bijna weer bingo. Bijna weer bingo. Even als ik hem nou niet gebruik, dan pak ik hem gewoon weer in. Ja. Zo, maar dat werkt wel zo'n alles, hè? Dat spul. Ja. Zo, nou, we zijn aangekomen, maar we zijn nog even aan het zoeken waar we precies moeten zijn. We hebben in ieder geval een karretje gevonden, dus we moeten goed zijn. Eindelijk naar huis gingen, gingen wij de boel eens lekker versieren. We hebben de roltrap omgebouwd. Thank you.
nou, we zijn goed geslaagd. We wisten vanochtend nog niet dat we dit soort geld gingen uitgeven. We gaan voor wat kerstballen, zei ze. We gaan voor wat nieuwe kerstversiering, zei ze. Ik heb gelijk geen vinger meer om mijn kont te krabben. Oh. Jesse had het zo koud. Die heb ik gelijk ingepakt in de deken. Ja, die heeft echt kort. Jij moest even wachten. We hebben even de auto gehaald. Ik weet niet of je in tussentijd misschien even aangemeld hebt voor de voedselbank. Ja, want je hebt het heel koud, hè? Ja, wij denken dat jij een beetje koorts hebt. Jij bent een beetje ziek, denk ik. Even een tussenstoppie bij de KFC. Nou, we zijn inmiddels weer thuis. We hebben eventjes gegeten bij de KFC. Jesse ligt lekker in bed al. Nou ja, lekker. 39,4. En het mag geen verrassing zijn dat ik ook weer lekker ziek ben. Ik wil er eigenlijk niet te lang bij stilstaan. Want ik word er een beetje moe van. We hebben lekker inkopen gedaan. René die wil eventjes iets uitrollen. Ja. Wow. En? Nou, hij staat heel mooi. Ja? Oh, ik kan het nog niet zo goed zien. Nou, top. Pak maar weer in. Nee. We moeten hem ruimen. Oké. Nou, naast deze mooie poster zijn we nog heel goed geslaagd voor het een en ander. Ja, ik weet we hadden een PlayStation kunnen halen. Ja. Maar het is intratuin geworden. En daar was je toch heel laat mee. En ze hadden hem niet meer. Ze hadden hem niet meer op voorraad. Nee. In de volgende vlog zullen we ze lekker allemaal uitgepakt laten zien. Maar voor nu even snel. Dit zijn wandborden. Voor als je even lekker verticaal aan de muur wil eten. De mensen die van interieur houden, die snappen dit. Nee, ik snap het ook. Ik snap het heel goed. Deze was echt gewoon, ja, echt weer waanzinnig overdreven duur. Maar ik kon hem gewoon niet laten staan. Ook die, we laten anders gewoon in de volgende video even zien. Maar dit is dus het konijn. Ja, en geloof me, in het echt is hij nog veel gaver dan op het plaatje. Zeker, ja. Het konijn van Alice in Wonderland. We hebben hier. Even kijken hoor, ja, zo moet hij. Ja. De lamp voor in de garderobekast. Een kandelaar. Andersom moet hij. Nee, dit keer heb ik hem goed. wat hebben we nog meer? Ja, echt een paar kaarsjes. We hebben een kerstornament. Een kerstornament, want een bal is het niet. Hij focust op jouw gezin, oh. Snap ik. Ja, mooi. En? Ja, die is ook mooi, hè. Beter, ja. En, we hebben natuurlijk die mooie kerstboom daar al staan. Maar we gaan dit jaar voor twee kerstbomen. We gaan voorlopig dus op die plek waar nu even onze Olivia staat. Olivia had het koud. Olivia hebben we even naar binnen gehaald. In die hoek gaat de tweede kerstboom komen. Gewoon, ja. Dat kan. En hier. In deze gave pot gaat Olivia worden overgepot. Ja. Het is volgens mij wel een binnenpot origineel, dus even ja, moet een gaatje in maken. De gaten moeten erin. Ja, ik zag het zo. Ik heb even, ja, ik ben er toch nog gegaan, dus ik doe een beetje moeilijk. Even gewoon handig, snel instappers voor buiten. En lekker warm. Ja. Wij hebben gevoerde laarzen voor onszelf. Sergio in het zwart. Ja, daar ben ik ook wel blij mee, ja. Chill. Maatje 42. Voor mij in het bruin.
Normaal 40, maar ik heb ze even gepast. Ik kwam erachter dat mijn linkervoet groter is dan mijn rechter. Dus het is 41 geworden. En voor de kleine man een beetje meer snowboots-achtig. Ja, want het wordt koud, jongens. Het wordt koud. Maatje 29 al. Wat is er met je haar gebeurd, trouwens? Wat? Je hebt echt zo'n kuif. Zo'n... Nou, dat vind ik beter, maar er zit tenminste een krul in. Dat is beter, omdat dat zo van niks is. Ja. Nou, lekker. Zo loop ik al heel de dag bij. Dat is niet wat je met je haar gedaan. Ik zeg niet dat het negatief is. Nee, nee. Het zag er alleen niet uit. God, oh ja, een tray cola. Een treetje cola. Is toch wel noemenswaardig. Ja, en nou ja, in de volgende video gaan jullie ze allemaal uitgepakt zien. Nou, hopelijk hebben jullie weer genoten van deze video. Lekker kerstig, ja. Lekker gezellig. We zijn benieuwd of jullie ook al de kerstboom op hebben staan of jullie überhaupt een kerst doen. Vast. Ja, nu zou het wel moeten eigenlijk, hè, als je kerst viert. Ja, Sergio die is ook niet lekker, dus we gaan lekker afsluiten. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En laat weer een leuke reactie achter. Zeker weten, want die lezen we altijd heel graag. En dan zeggen we voor nu, tot de volgende video. Ciao!